Zo. Oké. Nou, ik ga dus nu uitleggen wat het probleem is met mijn Qbuzz 150 watt. Door eerst te demonstreren dat de batterijen die ik heb gewoon werken. Dit zijn mijn oude batterijen. Ik dacht eerst dat deze kapot waren. Maar dat was dus helaas niet het geval. Zo. Nou, zoals je ziet gaat hij gewoon aan. Nou, dus ik dacht dat het aan de batterij lag. Ik bestel twee nieuwe batterijen, LG's. Oké. Nou, die stop ik er ook eventjes in om te laten zien wat die ook gewoon doen. Nou ja. Ja, je ziet gewoon dat die normaal aangaat. Normaal functioneert. Is allemaal nogal vervelend te doen met één hand. Sorry voor de kwaliteit van het filmpje alvast. Dan pak ik mijn Qbuzz 150 watt erbij. Erg mooi apparaat, maar helaas heb ik er nog geen enkele van kunnen genieten, aangezien die niet presteert. Functioneert, ja. Oké, nou, hier moet de plus zitten. Dan doe ik hier de plus. Zo. Die gaat erin. Nou, aan de andere kant moet dan de min zitten. Nog even een double check. Ja, sorry, ik probeer even scherp te stellen. Zo. Ja. Dus geen reactie. Ik dacht, misschien ligt het aan mij, maar weet ik niet wat de plus en min is van een batterij. Ik heb het ook nog voor zekerheid gecheckt. Maar ja, ik draai dus de batterij even om. Om te zien dat dat helaas niet het geval was. Dus nu zit eigenlijk de min waar de plus moet en de plus waar de min moet. En nog steeds gaat mijn apparaat niet aan. Ja, ik hoop snel voor jullie te horen.